Hoe ik binnen 2 weken van 0 naar bijna 3000 volgers ben gegroeid op TikTok. De analyse van deze week bevat 4 video's die we gaan bekijken. Die allemaal laten zien hoe jij ook een virale video kan gaan maken. Dus dat betekent boven de 100.000 weergave. Dat is de eerste tier level van viraal gaan. Het tweede level van viraal gaan is boven de 500.000 weergave krijgen, 500.000. De derde tier is boven de 1 miljoen weergave krijgen. En de vierde tier, volgens TikTok-experts zoals Joseph Todd en Robert Benjamin, zijn dat meerdere miljoenen weergaven. Nou, dit is week 2 en in week 1 hebben we ontdekt dat video's zoals Hoe word je vrienden met het goed doen op mijn account. Dus heb ik een video gemaakt die 70.000 weergaven kreeg met de titel Hoe word je vrienden met een ADHD'er. Dit is de video. Hoe word je vrienden met een ADHD'er? Je zegt niet dat ze ADHD hebben. Je waardeert ze om hun gekkigheid en volle pak met energie. En drink vooral geen koffie met ze. Toevallig ging ik na de lunch een rondje wandelen en maakte ik een video die meer dan 300.000 weergaven kreeg, die ik in 1 opname heb opgenomen. Binnen 2 minuten heb bewerkt en dan binnen de 3e minuut ook heb gepost op TikTok die dag. Laten we de video bekijken en ontdekken waarom die 300.000 weergaven kreeg. Waarom zijn er in Nederland de wandelpaden die in één keer stoppen? Dan moet je met gas lopen. Dat was kom je bij de bushalte. Kan iemand mij dit uitleggen? Deze video duurde ongeveer 10 seconden om te filmen. En de video kreeg meer dan 300.000 weergaven. 1. Omdat het super herkenbaar is. Zet in op herkenbare thema's, ook wel relatable content genoemd. En de kans dat je viraal gaat zal groter zijn. 2. Waarschijnlijk is de video grotendeels afgekeken door de mensen die hem tegenkwamen. Hoe komt dit? Nou, omdat ik een hoek had aan het begin. Ik triggerde een emotie door een gevoelige vraag te stellen. Waarom zijn er in Nederland? En dan iets herkenbaars zoals de stoep wat door gras werd onderbroken zodat je niet bij de bushalte kon komen. En aan het eind komt mijn gezicht in beeld. Dat is nieuwsgierigheid van wie is dit nou aan het vertellen? Nou, dan krijg je het. Ik ben het aan het vertellen en ik uit mijn frustratie met de vraag, kan iemand mij dit uitleggen? En ik was oprecht helemaal niet boos, maar ik ging in de rol van de frustratie die zo'n persoon kan hebben om iets wat er eigenlijk niet echt toe doet in het leven, toch? Ook wel grappig. Daarna kreeg deze video iets van 80.000 weergaven in een interview setting. Dus je ziet dat de video's die ik nu met jou bespreekbaar maak elke keer weer in net een andere setting zijn, waardoor ik mezelf het gevoel geef, oh, ik ben niet irritant. Omdat ik weer gezien word, want ik word anders gezien. Ja, dus als je wel eens het gevoel hebt van, oh, misschien post ik te vaak of staan mensen niet op het te wachten, creëer dan een andere setting, waardoor het minder erg wordt dat je opnieuw wordt gezien. Omdat mensen weer interesse hebben. Hé, wat zal er nu gebeuren? Wat zal er nu gezegd worden? Laten we de interviewvideo bekijken. De oom van moeder, die is 88. En toen die tegen mij zei, neem niet de paraplu mee. Want deze heb ik al 40 jaar, maar neem je andere mee. En ik had toch die ene meegenomen. En toen ik thuis kwam werd hij heel boos, want ik moest haasten. Ik had een toets die dag, toen ik in Sarajevo studeerde. Hij zei, die Marco, ik luister naar een kleinkind van 6 als die mij iets zegt. Waarom luister jij niet naar mij? En hij had wel gelijk, dus ik had hem wel pijn gedaan. En ik heb hem dit jaar gevraagd, want dat was tussen 2016, toen studeerde ik daar. En 2022 vroeg heb ik me daar nog voor vergeven, weet je. Deze video draaide om vergiffenis en de kernboodschap van vergeef een ander, het is nooit te laat, deelde ik aan de hand van een verhaal tijdens mijn studie in Sarajevo, Bosnië en Herzegovina. Waarop iemand reageerde, wie ben jij nou dat je jezelf laat interviewen? En ik werd wel geraakt door deze reactie, maar antwoordde met, ik ben Marco, jij? De persoon dacht dat ik belangrijk aan het doen was, maar ik ben gewoon mezelf aan het doen. En nee, niet op die manier. De video van het tankstation duurde iets van een kwartier om te bedenken, filmen en bewerken. En kreeg 86.000 weergaven. Laten we hem bekijken en ontdekken waarom dit gebeurde. Ik doe mijn boodschappen bij het tankstation omdat de supermarkt te duur is geworden. Ik kijk bij GoFresh wat voor lekkers er is en loop dan al snel richting mijn cafeïne- en suikerverslaving. Je raadt het al, de Red Bull Watermelon. Wat is jouw favoriete smaak? Nadat ik dit ijskoude drankje heb gepakt, haal ik natuurlijk een Snickers. Mag ik dit woord wel zeggen? Ik weet het niet. Even kijken hoeveel het kost. Hoeveel zou het zijn? Ik heb dus €4,25 betaald. Hartstikke voordelen natuurlijk. Het is een video van iets korter dan 30 seconden. Waardoor je dus op TikTok niet kan scrollen tijdens het kijken van zo'n video. Dus wat ook jou kan helpen, als je ervoor wil zorgen dat je meer kijktijd krijgt, waardoor de kans op viraliteit ook weer vergroot. Maak hem iets korter dan 30 seconden, 29,9 seconden of 29 seconden, 28 seconden. Dan moet de ander de video al afkijken als het hem of haar triggert. Tijdens deze video trigger ik elke 2 à 3 seconden met en een nieuw beeld
en een nieuw verhaallijn, de persoon. De absurde situatie die ik aan het begin creëer gaat over het boodschappen doen bij een tankstation omdat de supermarkten zo duur zijn geworden. Met aan het eind volg als je ook sarcastisch bent. Uiteraard is dat een sarcastische video. Dit was de analyse van week 2 van mijn TikTok-account. Volgende week uiteraard weer week 3. Abonneer, like als je dit interessant vond en ook iemand bent die op TikTok wil gaan groeien of een ander social media waar ik in de toekomst ook wat meer over zou posten. Dankjewel voor je aandacht. Laat je ongezouten mening weten wat je van deze video vond. En tot de volgende keer. Ciao, ciao. Als onzeker tienerjongen kwam ik achter de kracht van video. Want het maakt je niet alleen een betere spreker, maar je zult gegarandeerd als je die video op social media deelt ook een ander inspireren. Iemand staat te wachten op jouw unieke inzichten en ervaringen. En nu is het mijn droom en doel om in Nederland, in België en uiteindelijk in de hele wereld te hebben vol zelfverzekerde mannen en vrouwen op camera die een ander met een video weet te inspireren en vanuit de kern presenteert.